persoonlijk. In een openhartig gesprek in datzelfde programma dat wij op 9 februari jongstleden uitzonden, vertelde Pim over zijn ziek zijn en vooral over zijn beter worden. Vol goede moed was hij. Nu, nog geen 5 maanden later, is hij er niet meer. Ik hoor mij toen in de studio nog zeggen hoe blij we waren dat Pim weer even terug was op zijn oude, vertrouwde troshonk. Terug bij de omroep waar hij en ik samen met Rogier van Otterlo altijd met zoveel plezier hebben gewerkt aan het programma Music All In. In dat programma schitterde Pim niet alleen als talentvol muzikus die de groten uit de wereld van de jazz mocht begeleiden, maar hij maakte zeker ook grote indruk door zijn innemende en relaxte manier van presenteren. Music All In werd het visitekaartje van presentator Pim Jacobs. En ik weet zeker dat als hij nu hier bij ons was, we hem geen groter plezier zouden kunnen doen dan met een terugblik op het programma waar hij zo trots op was, Music All In. Wij gaan naar 16 juni 1974. Een hommage aan een goede vriend van ons allemaal, Pim Jacobs. En Rita, veel sterkte. Dag, dames en heren. Goedenavond. Dat was een wat kaal melodietje. Geen orkest erbij. En dan zeg ik altijd goedenavond hier in de studio. Dat hoef ik ook helemaal niet te doen. Want er zit vanavond niemand in de studio. Behalve dan de cameramensen en de mensen van het geluid. En de floormanager. En dan sta ik hier en zit ik hier alleen. Maar ik geloof toch dat we een lekker programma tegemoet gaan. Een fijn programma. Want Ralf Inbar die heeft zo al die musical ins die we hebben opgenomen is achter elkaar afgedraaid en heeft daar de hoogtepunten uitgenomen en heeft gezegd, laten we die nou eens achter elkaar gaan zetten. We hebben dat vorig jaar ook een keer gedaan. Een compilatie heet dat dan. En ja, er waren eigenlijk zoveel hoogtepunten dat wanneer je die allemaal achter elkaar zou zetten, dan zou je een avondvullend programma maken. Misschien wel 2 avonden. Dat kan natuurlijk niet. We hebben er een keuze uitgemaakt en we hopen dat het ook uw keuze is. Dat u zult genieten van al die artiesten die u dan nog eens een keer op uw beeldscherm te zien en te horen krijgt. Waar gaan we mee beginnen? Het is moeilijk, je moet een keus maken. Je moet het goed afwegen en afwikken en zeggen van hoeveel dames zitten er in het programma en hoeveel heren. Hoe ligt het vocale tegenover het instrumentale? En ik dacht dat we er toch wel een aardige mixture van hebben gemaakt die we zo meteen gaan voorschotelen. Ik loop nu al zo'n beetje in de richting van de bekende poort waar al die grootheden dan al die keren uit de voorschijn komen. En nou, we gaan dan zo meteen maar eens kijken waar we mee gaan beginnen. Dat is een zangeres uit Engeland die in januari in ons programma optrad met een fantastische stem, een bereik over 4 octaven. En zij zong toen onder andere On a Clear Day. Laten we daar nog maar eens zo naar gaan luisteren en kijken. En dan in het allereerste programma in oktober was het Charles Aznavour. Met, u weet het, de grote hit An Old Fashioned Way. Nou, die twee die komen dan nu nog een keer op uw beeldscherm. Around you, and you'll see who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You're filled part of every mountain, sea, and shore. You will hear from far and near a world you never heard before. And on a clear day, on a clear day, you can see forever and ever.
dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close where you belong. Let's hear our secret song. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover heights we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you. And closer. Oh, forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we don't sing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. Time passes, love stays, dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover eyes we never knew before. If we just close and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Tweede uitzending toe, daar hadden we een zangeres, een hele beroemde uit Amerika, Sarah Vaughan. Meesteres, zou je kunnen zeggen, in de jazzmuziek. En die vrouw die kwam doodmoe binnen, 's middags, die kwam uit Los Angeles. En ik weet nog goed, tijdens de repetities viel ze meteen op zo'n bank, maar het zijn natuurlijk ook wel lekkere banken, viel ze meteen in slaap en moest een beetje wakker maken. En toen moest ze ook nog een stuk in de medley zingen, wat een medley van Lennon en McCartney, van de Beatles. En het wist ze eigenlijk helemaal niet. Maar ze deed toch heel sportief mee. En zij geeft maar een cueboard met de woorden erop. Dan zing ik dat wel mee. En ze heeft 's avonds een geweldige performance gegeven. There's a land
Komen nog eens een keer de Pointer Sisters. And every time he got to cooking, everybody started looking. Oh, every minute, till the pretty kind of sound, really giving every pound. And everybody acting like the greatest sound. Oh, everybody just getting there, and I'm really drinking like I did. A lot of swigging from my gallon jug, and then he cooled a while. And it just had no style. Oh, on the hip, little pony has a real
Go on. Gotta get along. Gotta do the coda. Stay. It's really the no. Easiest to see. Go on. But thanks a lot, but really, baby, I must spit the scene. If you know what I mean. I said, right, right, right. Make my way. Ja, ja, ik weet het nog goed in die tijd. Ralf Inbar die ging toen naar Cannes, naar het filmfestival. En die belde toen heel enthousiast op. Is het, nou heb ik wat gevonden, dat moeten we absoluut hebben voor het programma. En toen kwam dit swingend viertal hier naartoe. En dat het swing, dat heeft u net al eventjes kunnen horen en zien. In elke uitzending hadden we ook een beroemd klassiek muzikus. Maar dan zei je er altijd wel bij, van denk er wel om, een mooi stuk klassiek. Fijn dat je dat doet, maar je moet ook een kniebuigentje maken naar de lichte muziek. En iemand die dat met heel veel genoegen deed was de violist Herman Krebbers. We hadden toen de filmmuziek uit de film Turks Fruit gemaakt en gearrangeerd ook door Rogier van Otterlo. Een muzikale hoofdrol was weggelegd voor de fameuze mondaccordeonist en ook gitarist Toet Stielemans. Woonachtig in Amerika, maar Belg van geboorte. Hij speelde dus de hoofdrol in deze Turks fruitmuziek. En hij doet het op een prachtige manier, heel sfeervol. En Herman Krebbers, die wou daar natuurlijk bij zijn, heeft dat ook gedaan. En u hoort dan nu zij tezamen in het hoofdmotief van Turks fruit.
She can't.
Dat loog er ook niet om, dames en heren. Dat was de Lady of Swing, Ella Fitzgerald, met Sweet Georgia Brown. What's it all about? Alfie. Is it just for the moment? We live. What's it all about when you sort it out, Elfie? Are we meant to take more than we give? Oh, we'll be right back.
dan de naam Michel Legrand laat vallen. Dat was de man waar we eigenlijk een van de programma's helemaal omheen hebben gebouwd. Hij dirigeerde, hij speelde piano en hij zong ook. En aan het eind van die uitzending, misschien herinnert u zich dat nog, toen zong hij een duet met zijn zuster Christiane Legrand. En dat was het hoofdthema, het prachtige hoofdthema uit de film Les Parapluies de Cherbourg. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. Je parlais à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. Je ne reviendrai pas.